Hallo en welkom terug bij een nieuwe video van Dutch Digger. We gaan weer op pad met de XP-deus, met de X35 schijf. Kijken of we het leuks gaan vinden en ik zie je terug bij de eerste vondst. Wish me luck. En weer een mooie musketkogel. Nou, in de regen gaan we vrolijk verder. Een stukje van een paardenhaam door het midden. Maar twee baantjes geleden had ik deze. Perfecte match. Van de volgende. Beter. Nou, en de volgende vondst is deze prachtige gesp. Helemaal intact, zo vind ik ze niet vaak. Geen idee hoe oud hij is, maar dat zijn super mooie vondsten. Naar de volgende. En er komt weer een mooie Duitse zilvergroosje uit de grond. Topmunt, ziet er redelijk goed uit nog. Dus we die schoonmaken. Wat was wel moois. Andere kant nog wat minder waar de koning op staat. Je ziet hem straks terug. Excuses voor de wind, maar een super vette knoop gevonden. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar met de spoortrein van de Nederlandse spoorwegen. Ik heb geen idee hoe oud die is, maar stoomtreinen vind ik sowieso prachtig om te zien. Super gave knoop. Oogje er nog aan. Ja, ik ga hem even beter schoonmaken en dan zien we hem straks terug. Hier ben ik echt blij mee, super. Nou, op het volgende momentje ligt gewoon een oppervlakte. Kijk, halve cent. Ja, halve Willem cent. Ja, en ik denk dat we weer zilver te pakken hebben. Daar. Weinig relief erop, maar het is weer een Duitse munt. Koning, tekst eromheen. Deze kant vrij kaal, maar ook hier staat nog wel tekst rondom. Ik moet hem gaan schoonmaken en hopen dat hij nog een beetje mooi eruit komt te zien. Ik denk weer een zilvergroosje. Weer zilver, op naar de volgende. Weer een leuk voorwerp, maar totaal geen idee wat het is. Leuk versierd. Ik kan het hier moeilijk schoon krijgen, want het regent elke keer. Het zit onder de modder. Ik ben benieuwd wat het is. Niet zo heel bijzonder, maar de kleur en de kwaliteit van deze is super. Een halve Willemscent. 1873, zal ik even omdraaien. Zo vind ik ze niet vaak. Top. En een mooie grote knoop. Hij heeft iets opgestaan, heeft het moeilijk te zeggen. Ik ga het thuis schoonmaken. Nou, normaal laat ik eigenlijk nooit meer duitjes zien in de video's. Of ze moeten heel mooi zijn. En dit is er eentje van. Gelria, twee leeuwtjes. En de achterkant is echt top. Kijk eens, wat een mooie kleur. Gelria 1753. Dat is een van de mooiste, denk ik, die ik gevonden heb. Op naar de volgende. Ja, en ook deze laat ik toch even zien, want oorlogsgeld van zink vind je ook niet vaak in deze conditie. 1 cent, 1942.
Leuke vondst weer. Niet te geloven. Weer een knoop met een stoomtrein. Hollandse spoorwegmaatschappij. Nummertje 2 op dit veld. Super. Ja, en weer zilver. Zilveren dubbeltje. Ik denk 1916 als ik het zo zie. Moet hem nog beter schoonmaken thuis. Koningin Wilhelmina. Deze munt is nog hartstikke goed. Als we hem schoonmaken gaat hij er nog super mooi uitzien. En dan zie je hem uiteraard weer terug. Op naar de volgende!